Hier in de prachtige gebouwen van de VRT heb ik zo pas een debat achter de rug voor ter zake tegen Mieke Vogels over de betaalbaarheid van de verkiezingsprogramma's. Het was helaas een enorm gehakketak. Ik begrijp ook wel dat ze het punt niet laat maken. Het programma van Groen blijkt het meest dure, onbetaalbare te zijn. Ik heb het ook eens gelezen. Het staat vol met federale maatregelen terwijl het Vlaamse verkiezingen zijn. En vol met uitgaven waar je inderdaad van kan afvragen hoe die ooit moeten gefinancierd worden. N-VA daarentegen komt eruit als partij met het meest precieze programma, het meest becijferde. Dat doet ons veel plezier. Geert Bourgeois had destijds de opdracht het programma te schrijven en heeft met een hele schare medewerkers altijd de rekenmachine ernaast gezet. Zeer precies berekend. En we hebben aan het einde van de rit ook iemand met ervaring in meerjarenbegrotingen gevraagd dat op een meerjarenbegroting te zetten. En onze rekening klopt. Moest Vlaanderen minder inkomsten krijgen de komende jaren, dan kunnen wij onze voorstellen ook gemakkelijk aanpassen daaraan. Ik vind dat dat een goede manier is van politiek te bedrijven. Mensen niks beloven dat je niet kan uitvoeren. Geen gouden bergen beloven of hele vage beloftes doen waar je daar niks van realiseert. Dat is de degelijkheid, denk ik, van de N-VA en daar zijn we best trots op.